Ik sta hier nu in het bos, net voor de beklimming van de Hoge Alg en op het einde de Keizer Wilhelm Toren. Het is nog een eindje stappen richting daar. Ik sta hier voor de Keizer Wilhelm Toren op de top van de Hoge Acht. Deze top is maar liefst 747 meter hoog. De Keizer Wilhelm Toren is gebouwd in het jaar 1908 door de troepen van Keizer Wilhelm II. Deze stenen uitkijktoren is gebouwd vanwege het zilveren jubileum van Keizer Willem II met Augusta Victoria. Het is een pittige beklimming naar boven, maar hopelijk is het de moeite waard. Met een prachtig uitzicht over de ganse streek. Ik sta hier nu op de top van de Keizer Wilhelm Toren. Deze is op de top 747 meter hoog. Deze berg is ook een uitgedoofde vulkaan uit het Territaire. Het Territaire is een oud prehistorisch tijdperk voor de middeleeuwen, voor de prehistorie. Kijk eens wat een prachtig uitzicht over de ganse streek. Door de mist heeft het toch wel iets magisch. Ik snap wel goed waarom de keizer deze plek uitgekozen had. Keizer Wilhelm II kan je waarschijnlijk herkennen aan zijn karakteristieke snor en zijn verlamde linkerarm. Hij was in Wereldoorlog 1 de opperbevelhebber van het Duitse leger en tevens ook de laatste keizer van het Duitse keizerrijk. Dit 200 centimeter hoge relief van Wilhelm van Tettau aan de toreningang toont een jongeman die met een slang vecht en is bedoeld om de strijd van Duitsland met zijn vijanden te symboliseren. Onderaan bevindt zich een beeld van keizer Wilhelm I als herinnering aan hem en omdat hij samen met Otto von Bismarck en hun leger vele Franse veldslagen won tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870. Ik sta hier ook aan de officiële paal die meet dat dit het hoogste punt is van de Eifel. Met achter mij hier de Keizer Wilhelm Toren. En meestal heb je hier een prachtig uitzicht over de ganse streek. Maar het is nu nogal een beetje bemistig, dus is uw zicht beperkt. Maar ook heel prachtig om te zien hoor. Volgens de mythe moet je hier jouw hand op deze paal leggen en een toer rond zijn as draaien. Voor eeuwig geluk. Natuurlijk, wij gaan het ook eens testen. De speciale stenen achter mij
heette basalt. Dat is een oud gesteente uit de prehistorie. Ik kan dat zo wat zien. Dat is zo wat rotsachtig, maar dat heeft zo'n speciale kleur. En heel deze berg staat daar vol van. Natuurlijk, het is ook een oude vulkaan. Of deze vulkaan nog actief is, dat weten we niet. Misschien. Wil je graag deze toren bezoeken? De Wilhelmtoren ligt in het Eifelgebergte op grondgebied van het stadje Adenau en op een boogscheut van de Nuremberg-ring. De toren is gratis te bezoeken en is zeker de moeite waard, met een zeer ruime parking en een goed bereikbaar pad van de parking naar de toren.